Zoe, het is vrijdag 29 maart en we hebben weer besloten dat we op trip gaan. Deze keer gaan we naar de Voltsberg en de watervallen. Ik weet alleen niet meer hoe ze heten. Ja, zoiets. En dit is het gezelschap. Hallo. En dan komen er nog een paar meer aan, maar die zitten nog in de taxi. We moeten dus een berg gaan beklimmen van veel hoog. En het schijnt dus heel zwaar te zijn, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lukken. Maar is het nou raar? Groeit die berg of niet? We staan vaak. Nou, daar is dus de Voltsberg. Gewoon een eindje weg dus. Wie heeft een baby? Oh, er valt er een uit de boom. Hallo. Ja, dat vond ik echt heel leuk. Oké, foto voor de gram, jongen. Dat shirt, hè. Okay. Zal ik ze die schil ook meegeven? Kan dat? Ik schil toch wel op? Kijk eens. Geef ze wel een doen. Rustig. Ze hebben rustig doen. Deze heb je ook in de apel, die gaan altijd op je... Geef ze wel mee doen met de schil. Ah, oh, die handjes zijn heel zacht. Kijk dan. Deze meiden zijn het niet met elkaar eens. Ja, ze hebben niks in die baby, hoor. Oh, ze zijn echt zo schattig. Leuk, hè? Ja, ze gingen alweer net alweer bijna weg, of niet? Ja, klopt. Dat was je telefoon. Oké, dus we liggen inmiddels alweer in onze hangmatten. We hebben het iets luxer dan de vorige trip, want nu zitten we overdekt in een soort hut. En dat is best wel heel fijn. Onze hangmatten zijn voor ons opgehangen. En het ligt best wel oké. En ik ben weer bij Brammetje naast. Hoi Bram. Hallo. En de rest ligt helemaal ver weg. Of ja, ver weg. Die kun je niet zien, maar die liggen daar. Maar het is top. Dus ik hoop dat we goed kunnen slapen. Dat Bram niet te hard snurkt, want dan kan ik dus echt niet slapen. En we gaan morgen een fucking wandeling maken van in totaal 19 kilometer of zo. Yay! Goed. Veel rust allemaal. Zet lekker uit. Oké, hoe mooi is het om wakker te worden met dit uitzicht? Oké, de eerste nacht zit erop. We hebben gelogeerd op
Fungu Island. En zeg maar zo'n eilandje midden in de jungle met hutten waarin je kan slapen. Nu gaan wij weer in de boot en gaan we naar een stukje land waar we vervolgens een aantal kilometer moeten lopen om naar de Voltsberg te komen. En dat schijnt dus heel zwaar te zijn. Dus ik ben benieuwd, maar we hebben er zin in. De meiden gaan ook mee. Hè? Het is een filmpje. Oh, dan kom ik even weer dichtbij. Gewoon kouwen, een soort zuurwater komen. Deze. Oh, okay. Dit is wintertrap, Sanganapu. Omdat, waarom is wintertrap? Omdat je ziet, tijdens die wind waaien, dat ze doet zo ook. Hè? Dat is ook wintertrap. Omdat hier door die bladeren, zo lijkt een trap. Je gaat hier zo bakken klimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tot naar boven. Oh, ja. Daarom is dat ook wintertrap. Geen bezweten foto's van mij maken, Kurt. Maar is Sangarafu in binnenland taal? Binnenland. Sangarafu? Ja, Sangarafu. Omdat Sangarafu. Die Marons mensen, ze doen medicijn met die plant. Oh my god, huh? Hoe dan? Hoe dan? Holy. Holy. Wat foto's maken, hè? Hoe dan? Hoe gaan we daar opklimmen? Hallo allemaal. Ik ben even een nieuwe vlogger. Ik neem het over van Loek vandaag. We staan bij de Voltsberg en daar is hij. Daar gaan we opklimmen. En hij is hoger dan we dachten, dus we zien er nu heel erg tegenop. Hij ziet er ook heel stijl uit, dus ik weet niet hoe we boven gaan komen. Maar het schijnt zo te zijn dat we er omheen kunnen lopen en daar is een pad. Maar we hopen eigenlijk op een lift, dus ja. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Ik zit er even stil. Ja, richting. Loop je letterlijk van niks zo de toren. Waar gaan we in dan? Oké, hoi Bram. Hoi. We zitten aan de voet van de berg. Dat kun je helemaal niet zien. Oké, maar we moeten zeg maar daar door dat beboste, moeten we daar omhoog. Ja, dus ik weet niet hoe we dat En ik weet ook niet zo goed hoe we dat precies gaan presteren, maar we gaan het zien. En ik ga proberen achteraan te lopen zodat ik iedereen kan zien vallen en dat dan kan filmen. Zie ook. Ga je dit nou op blote voeten doen? Ja, wat? Die man doet dit op blote voeten doen, Oink. Hij stekt zich voor Oink. Bram is zijn energie aan het sparen. Bram is dood. Maar goed, ik ga filmen als ze bovenop zijn, dus ik ben benieuwd. We gaan nu vertrekken. Oké, we moeten... Wat is dit? Zomaar een slang zijn. Oké, ik ga stoppen met filmen, anders kom ik nooit omhoog. Heel mooi. Maar we moeten eigenlijk bedenken dat we nog niet eens op de helft zijn van deze klim. Ja, al die foto's. Gasten.
Wat is dit? Oh, Jake. En dat moeten we nog. Oh, fuck you. Nou. Ik ben helemaal bezweet aan alle plekken waar je zeg maar zweet kunt krijgen, maar we zijn er op de berg. En erbij van die liep als een soort antilopen naar boven. Super zwaar, maar weinig. Ik ben blij dat dit is gebeurd. Nou nog naar beneden en dan nog een keer proberen niet te sterven. Nu tijd om deze enorm steile berg af te gaan. En te zeg maar deze stapjes. En Gert die loopt daar ergens. En de rest is daar, daar komt Brammetje. Maar... ik heb het idee dat het op de camera niet zo stijl lijkt als het, dat het is, zeg maar. Maar ik moet wel zeggen, naar beneden is het minder heftig dan naar boven. Alleen als je flikkert, ben je dood. Oké. Nou, we zijn nog steeds onderweg. Het duurt een beetje lang, maar het tempo is echt heel traag. Maar het is ook een beetje eng. Oh mijn god, dit is recht. Dit is toch. Oh my god. Een Brammetje Ronga die loopt daar helemaal in. Je ziet daar een lange jongen met de achterloop, nog een jongen in het wit. Oh, die is nou verdwenen. Dat is Bram. En Bram doet net alsof het een piece of cake is. Ettenbak. Lukt het, jongens? Goed als je bang bent. Oh my god. Oh, dit is niet zo eng. Ik durf het. Mom, mam, kijk. Ik durf dit. Alles. Oeh, hij is bang. Pak hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Anders krijg je naar mijn hoofd. Oké, het is inmiddels dag 3 van onze trip. En... dag 3 gaan we naar de Rally Waterval, ik weet niet hoe het heet. Maar het is in ieder geval de moederval, noemen ze het hier. En het is een waterval. Oeh. En we zijn heel dichtbij, want we horen hem al. Volgens mij zijn we er al zelfs. Ik zal zo een beetje laten zien hoe dat het eruit ziet. Eerst even zorgen dat ik niet val hier. Thank you.